Hallo, welkom iedereen in een nieuwe video waarin ik eens ga kijken of ga stilstaan bij wat het betekent om Venus, dus de planeet Venus, in het schorpioenteken te hebben en tot het einde van deze maand. En dat is afhankelijk van waar je bent op de planeet natuurlijk sinds gisteren, maar vooral voor hier, voor ons vanaf vandaag. En waarom is het belangrijk? Omdat uiteindelijk Venus is de planeet van liefde en van schoonheid. En ze maakt een intree of een bepaalde conjunctie met schorpioen. Schorpioen is het teken waarin dat je heel diepe emotionele emoties kan ervaren. Dus die heel intens kunnen zijn. Maar er zit er ook een zwarte kantje, een donkere kant aan. Dus dat betekent dat de komende periode je zal zien dat stukken waar je nog niet bewust over bent, die te maken hebben met liefde, met relaties, en in eerste plaats de relatie met jezelf natuurlijk, dat die naar boven gaan komen. Omdat we eigenlijk zullen gaan kijken wat dat is dat we nog niet helemaal bewust van zijn. Dat nog mag getransformeerd worden. Maar ook wat dat onze diepste verlangens zijn en die we eigenlijk tot nu toe altijd maar diep verborgen hebben. Dus de komende periode, zeker in maand december, laat ons zeggen, is een uitstekend moment, een uitstekende tijd voor enerzijds het verdiepen van je relaties. En ik moet zeggen, dat merk ik zelf ook weer al in mijn vriendschappen, maar ook natuurlijk en vooral in mijn connectie met mijn tweelingvlam. Maar anderzijds ook in het ontdekken van jezelf, logisch natuurlijk, als je een tweelingvlam bent, dat dat ook een weerspiegeling is van de stukken in jezelf. Dus het is belangrijk dat we de verandering, de inzichten die komen, dat we die gaan omarmen. En dat we opletten dat we ons niet gaan verliezen in gevoelens van bijvoorbeeld jaloezie of bezitterigheid of hebzucht of alle dingen die voortkomen vanuit diepe wonden dat we nog in onszelf dragen. Dus daarom dacht ik van, we gaan eventjes wat kaarten nemen en eens kijken op welke manier dat we het beste met deze energie, met deze conjunctie kunnen omgaan. Zodanig dat het niet tegen ons werkt, maar dat we het voor ons kunnen laten werken. Ik zeg heel vaak tegen mensen, je moet het systeem voor jou gebruiken. Daarvoor is het systeem er. Niet tegen jou laten gebruiken. En we krijgen als eerste kaart, een schaduwkaart, harmonie met bruggen en geluk. Er staat ook nummer 10 op. Dus dit is ook weer een volgende fase in het ascensieproces. In het groeien, in het collectieve groeien natuurlijk, maar ook eerst en vooral in jezelf. En we krijgen ook nog judgment met resultaten, beslissingen, uitkomst en finaliteit. Wat mij doet herinneren dat het super belangrijk is om heel aandachtig te zijn van het feit dat al de dingen die nu in de realiteit zien, dat die eigenlijk niks te maken hebben met wat er diep gaande is. En dat belangrijk is, want ik krijg ook de hermit kaart, dus de kluizenaar, noem ik die altijd, die verband is met macht. Is belangrijk om, om naar binnen te gaan, om de waarheid van de dingen die je voelt, van de dingen die je ziet, van de dingen die je weet, van de dingen die je hoort, om daar op te volgen. En dat is iets wat ik weer al maar ook weer in mijn, vooral in mijn tweelingvlamconnectie ervaar. Het gaat niet over de dingen die gezegd worden, het gaat niet over de dingen die in het 3D gaande zijn, maar het gaat over de dingen wat je voelt. Het gaat over wat je weet dat de waarheid is en dat het belangrijk is om die te volgen. Dan krijgen we dan nog de King of Cups met emotioneel immaturiteit. Ace of Swords met Awareness and Insight. En Seven of Wands met Licking Your Wounds. Ja. En dat is echt heel hard iets wat ik ook nu al een tijdje ook merk. En ik weet dat ik altijd, laat ons zeggen, maar vooraf loop op het collectief om de dingen zelf doorheen te gaan. Door te malen, de informatie te verwerken, zodat ik ze dan ook verder kan delen met jullie. Maar dus, het gaat heel hard nu ook over het aankijken waar dat we nog niet emotioneel volwassen zijn. En het feit dat er hier ook een King of Cups is,
doet mij ook vermoeden dat dat ook iets is die gaande is in het collectief van de mannelijke energie. Waarin dat ze dus eigenlijk ook geduwd worden om daar een balans te creëren, want het is vanuit de balans met hun eigen vrouwelijke energie, dat ze in staat zijn om, door het er meer bewustzijn over te krijgen en over inzichten over te ontvangen, dat ze in staat zijn om beter hun emoties uit te drukken, dus Ace of Swords. Maar ook dat het dan ook kan komen vanuit liefde, vanuit onvoorwaardelijkheid en niet meer vanuit hun wonden. Vandaar ook de Seven of Wands, licking your wounds. Er staat ook Marsteken en Noordnode bij. Dus dit, het doel, de reden waarom dat Venus in Schorpioen staat nu, en dat dit zo'n impact heeft op collectief, heeft dus te maken dat we allemaal in onze mannelijke energie daar nog heel veel stukken gaan healen. Ik ga zien, wat heeft het te maken voor de vrouwelijke energie? En we krijgen de Clarity of Thought. Oh my god, en er staat ook gewoon het Venus-teken op met Schorpioen. Ja, de Seven of Cups. Dus we krijgen de vrouwelijke energie. Mag zich meer focussen op het fysieke, op het creëren van welvaart en haar eigen mannelijke energie daarin van vertrouwen. En dan heb ik het niet per se over de fysieke mannelijke twin bijvoorbeeld, maar eerder ook over de innerlijke mannelijke twin, waarin dat we leren om ja, de dingen dat we voelen, de dingen dat we ervaren, om daar ook een heldere gedachten over te gaan vormen, zodanig dat we het kunnen omzetten, dus via de mannelijke energie, in een bepaalde uitvoering, in een bepaalde manifestatie in het fysieke. Daarom komen ook de pentacles, dus de munten, naar boven. En dat brengt ons dan weer de verbinding met de mannelijke energie veel beter. Want op de King of Cups kaart staat het teken van kreeft en ook op de Ace of Cups staat het teken van kreeft met het schorpioen. Dus het is aan elkaar verbonden. Dus terwijl dat de mannelijke energie leert om emotioneel volwassener te zijn, om van daaruit zijn gedachten op een heldere manier te gaan spreken en tegelijkertijd zijn eigen wonden had gaan healen, krijgt ook de vrouwelijke energie eigenlijk min of meer wat dezelfde les, maar op een andere manier in die zin, waar dat bij de mannelijke energie vooral gefocust is op, laten we zeggen, een grote les in het emotionele, van daaruit, vanuit die gedachten en communicatie, dat op een gebalanceerde manier te kunnen gaan doen, helen ze hun wonden. Terwijl de vrouwelijke energie, zij ervaart heel veel die emoties en zit er al veel gemakkelijker mee in die zin dat ze het veel gemakkelijker toelaat door zich heen laten stromen. Maar dat brengt wat chaos in haar hoofd, omdat ze het natuurlijk niet altijd goed kan verklaren. En dus daarom ligt bij de vrouwelijke energie de focus veel meer op het emotionele, maar dus het emotionele om het te begrijpen, of gewoon zelfs niet te begrijpen, maar in die overgave te stappen en het los te laten. Te focussen om dan vervolgens op, oké, wat is het nu hetgeen dat ik echt wil gaan ervaren? Wat is hetgeen dat ik wil neerzetten? Dus gefocust op het fysieke. Want dat weet dat ze dan op die manier eigenlijk ook weer die alles overstromen en over alles omvattende liefde weer kan gaan ervaren. En wat betekent dit voor de connectie? Rewards of your label met de Nine of Coins. Ja. Dus we worden, naarmate dat we dat doen, worden we gewoon beloond voor ons harde werk. Want zeker als je op het pad van een tweelingplan loopt, is het niet eenvoudig. Het is heel uitdagend. En dat maakt dat we dus beloond worden voor ons harde werk. Maar dat we tegelijkertijd ons ook moeten focussen op dingen in de buitenwereld. In die zin dat wanneer, zeker wanneer je in een tweelingplan connectie zit, wanneer de connectie jou niet echt die dingen brengt dat je het diepste verlangt, dan is het belangrijk om eerder van wacht te stappen en te focussen op je hart. En dan krijg ik weer opnieuw kaarten. En dan hebben we de Two of Cups, de Knight of Cups en de Two of Wands. Dus twee keer de twee's met ertussen de Knight of Cups, zodat een vrouw op een paard zit. En erbij staat volg je hart. Want het is door telkens te communiceren, de verbinding te maken met je mannelijke energie of je vrouwelijke energie, vanuit liefde, ondertussen je eigen proces verder aan te gaan, je eigen wonden helen, je eigen stukken aan te kijken, zonder het
de ander ervoor te willen beschuldigen of verantwoordelijk voor achten, dat je een hele duidelijke koers uitzet, dat je een hele duidelijke route uitstippelt, waardoor dat je weer nog meer die uitwisseling van liefde zal weerspiegeld zien en zal ervaren. Wat moeten we nog weten? En we kregen de Starkaart met Wish Granted en de Lovers met Union. Oh my god, als dat niet mooi is. Dus ongeacht hoe moeilijk het dat is en ongeacht hoe lastig dat is, weet dat enkel maar goede dingen op je pad bedoeld zijn. Dus eigenlijk is succes altijd voorbestemd. Geen enkele ziel komt hier op aarde om uiteindelijk in zijn planning te zetten of in zijn doel te willen zetten van ik ga falen. Nee. Wanneer je het gevoel hebt dat je faalt, wanneer je het gevoel hebt dat er een einde aan komt, dan kan dat verschillende dingen zijn. Eén, dat die persoon, die relatie of die situatie niet voor je hoogste goed is en dan zou je de lessen geleerd hebt of beter is om het los te laten. Dat zien we zeker wanneer we spreken over karmische relaties. Of anderzijds, dat, dat er nog iets is in de situatie dat je te leren hebt. Dus daarin is het super belangrijk. Daarom zeg ik ook altijd van leer met te werken met de universele vlammen. Omdat je heel veel dingen heel snel kan gaan transformeren. En niet langer moet vastzitten in dingen die nodig zijn. Dan heb ik de Angels of Atlantis kaarten. Waarin dat we zien en vragen met welke energie nou kunnen we samenwerken. Van die universele vlam. En de onderste van het dek is de groene vlam met aartsengel Raphaël, de aartsengel die gekend is voor zijn healing. En met de mooie lotusbloem op en empathie. Dus vanuit empathie kan je ook heel veel dingen gaan transformeren natuurlijk. Helpt het ook om het andere te zien, om de andere te zien, om jezelf te zien. En wat kreeg ik ook nog? Aartsengel Zadkiel met de oranje-rode vlam. En met romantiek. En er staan twee mooie kaarsen op. Die mij ook weer doen denken aan de Two of Ones. Die union, die eenheid. Eerst in jezelf, dan in de connectie. En dat was voornamelijk, dat viel er ook uit aan de kant van de vrouwelijke energie. En bij de mannelijke energie kwam dezelfde vlam eigenlijk. Maar met iets meer geel erin. Dus oranje-rode, maar met veel meer geel. In verbonden, omdat dit vanuit aartsengel Jofiel komt. Je gaat met die healing in gedachten. Hetgeen we daarnet gezegd ook hebben. En er staat ook Moeder Maria opgetekend. Dus vanuit die moederlijke zorg, vanuit die healing, dat de mannelijke energie doorheen zijn eigen vrouwelijke energie aan het werken is, is het goed voor de vrouwelijke energie om niet alleen zichzelf, maar ook haar mannelijke energie te gaan vergeven. En ook omgekeerd de mannelijke energie ook zichzelf daarin te vergeven. En ook zijn vrouwelijke energie te gaan vergeven. Dan zien we dat we nog kunnen delen of wat we nog moeten weten. Ik hoor ook, het is pas als we dingen loslaten dat dingen kunnen gaan verschuiven. En we krijgen dan nog a powerful move. En die vloog eruit op het moment dat ik dat zei van, het is pas als we loslaten dat we dingen kunnen verschuiven. En daarop zie je ook de koning en de koningin van een schaakspel. Die samen eigenlijk op een soort van wereldbol staan. En waarin dat de sleutel in de wereldbol zit. Dus de sleutel zit in de sleutel en de connectie. De sleutel zit in de connectie. De sleutel om tot eenheid te komen zit in jou en in jouw tweelingvlam. Ingebed. Het zit erin als lichtcodes. Het is net daarom dat het ook heel moeilijk is om wanneer je naar readingen of boodschappen kijkt over dit is wat jouw tweelingvlam wil zeggen en zo verder, is het super belangrijk dat je heel goed afgestemd bent op jouw eigen lichaam, zodanig dat je eigenlijk de kleine nuances excuseer dat je de kleine nuances in jouw energie kan gaan opmerken. Want dat is hetgeen wat dat gaat zeggen, wat er voor jou van toepassing is en wat niet. En de andere kaart die we kregen is de Land Between. Waarom de Land Between? Omdat je eigenlijk aan het verschuiven bent. Wanneer je naar een hogere tijdslijn gaat, en ik heb dat al vaak uitgelegd en gezegd in verschillende video's,
Dat is niet alleen met je tweelingvlam zo, dat is met alles zo. Dan ga je eigenlijk loskoppelen. Dan ga je oude verbindingscode, energetische code loskoppelen. Dan kan je eventjes het gevoel hebben dat je ja, als losgeslagen wild of als een schip op, of hoe zeg je dat, hè, die geen motor meer heeft, gewoon rondzeilt of ronddobbert op de oceaan. En dat kan heel overweldigend zijn, zeker als er stormen zijn op de oceaan. Maar weet dat het schip waar je op zit genoeg balans heeft, genoeg technologie in zich heeft, genoeg codes in zich heeft om doorheen gelijk welke storm te varen. En dan gaan we de reading afsluiten met een boodschap van de unicorns. Ik vind het eigenlijk wel mooi om te zien dat ik de video begonnen ben. Om te weten hoe dat we moeten omgaan met Venus en Schorpioen. En dat het eigenlijk ook weer specifiek gericht wordt naar mensen die in tweelingvlamconnecties zijn. Wat dat logisch is, want uiteindelijk zijn dit de connecties op dit moment die meer en het meeste getriggerd worden door die constellatie. En wat krijgen we? Kaart 28, dus die in 10 is, die ook weer verwijst naar einde en een nieuw begin natuurlijk, tegelijkertijd. En wat staat erop? Pool of Christ Light, dus het eenheidsbewustzijn, met daaronder open je hart en verspreid onvoorwaardelijke liefde. Als dat niet geen mooie boodschap is om je af te ronden, want uiteindelijk is dat het doel dat wij hebben als tweelingvlam, ons hart open te houden, in eerste instantie voor onszelf, in tweede instantie voor onze tweelingvlam, ongeacht vanuit welke energie dat zij komen, of wat is vanuit onvoorwaardelijke liefde, of nog hier en daar wat geconditioneerde liefde, of vanuit bepaalde wonden. Het is net door ons hart te blijven openen, en dat is ook hetgeen wat ik in die vorige video gisteren gezegd heb, dat we toelaten om onszelf te healen en anderen te healen via die krachtige energie van onvoorwaardelijke liefde. Nu, als je een persoonlijke reading wilt, of je hebt nood aan healing voor jou en je connectie, dan kan je dat reserveren via de linkjes onderaan de video. Heb je nog niet samengewerkt met, of heb je de traject van de vlammen nog niet gevolgd, dan kun je tot en met vandaag, nee, morgen tot en met morgen, de 6 december, nog voor 50% de cursus volgen. Dus het programma volgen, Universele Vlammen. En dan hoef je gewoon bij kortingscode vlammen in te vullen. Allemaal met kleine letters. Vanaf donderdag gaat de prijs, of vervalt de kortingscode en gaat de prijs weer omhoog. Wat betreft de andere trajecten en diensten, daar kan je nog tot eind deze maand gebruik maken van de 33% code. Dat is 1 SOFIAR. En dat is verbonden of verwijst naar de bron, voor degenen die dat nog niet wisten. Omdat we uiteindelijk allemaal terugkeren naar de bron. En ook daarin wil ik iedereen zo goed als mogelijk helpen. Want ik weet dat we allemaal het idee hebben dat het emotionele crisis ook, maar ook financiële crisis is. Waardoor dat we geneigd zijn om dingen dan op te potten. En dat is net het ergste dat we kunnen gaan doen. Het is belangrijk dat we blijven uitgeven, maar dat we op een bewuste manier gaan uitgeven. En dat we vooral investeren in onszelf en in onze eigen groei, want dat is hetgeen waar dat dubbel en dik nog eens gaat terugkomen. Dus als je dat wenst, ik ga de code ook nog eens vermelden onder de video. En die code kan je gebruiken voor alle andere diensten. Dus maar voor de programma met de universele vlammen, want dat vind ik superkrachtig en een superkrachtig tool. En ik wil dat iedereen leert met de vlammen werken. Daarvoor kan je dus vlammen gewoon intikken. Voilà, dat was voor nu. Ik wens je vast een fantastische dag en tot de volgende.